welkom bij deze nieuwe vlog. Wij zijn de familie Maaiers. Leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe vlog. Kijk gezellig mee en geniet van de beelden wat we gaan maken. En druk op de abonneerbutton, like deze weer, druk een belletje. Blijf van alles op de hoogte als we online zijn. Nou, ik ben thuis van het werk. Ik heb een beetje heb ik hier kunnen doen, niet veel. En ik ben een heerlijke tosti heerlijk aan het maken. Top, 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 top. En dan gaan we ook lekker van smikkelen en smullen. Dus ja. En dan is het wel hartstikke mooi. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. Geniet van de beelden. Mocht je nog tips hebben, laat het even weten in de reactie. En abonneren is helemaal gratis. Liken ook. Geef ons YouTube kanaal door aan andere mensen. Yes, alright. Zo, dat was lekker. En dan had ik nog eentje. En ik denk dat die ook wel klaar is. Ja, kijk eens. En dan houden we het weer voor gezien, hè. Nou, ik ga het nog even lekker opsmikkelen en smullen. En dan komt alles dik in orde. Zo, ik heb de boel allemaal mooi netjes opgeruimd. En dat soort dingen allemaal. En ik had gisteren nog was hangen. Dat heb ik even net opgeruimd. En de volgende was staat ook alweer te draaien, maar die is dan bijna klaar. Dus ja, goed. Ik wil jullie heel eventjes even meenemen. Dus vanmorgen is er wat gaande geweest. Het is namelijk zo. Ik zet vanmorgen papier zet ik buiten, plastic, want wij doen alles uitsorteren en we hebben een bestas. Oh, excuus. We hebben een bestas. Wat is er nou mee gebeurd? Kijk, laat even zien. Dat is zo'n zak. Kijk. Dat is zo'n gele zak. En dan kan je kapotte apparaten, kapotte kleren. Of kleren wat nog goed zijn voor te gebruiken. En zo nog dingetjes. Want ja goed, die heb ik dus buiten gezet. Wat is er nou gebeurd? Het is namelijk, ik kwam thuis van mijn werk. En ik heb hier een beetje oppervlakkig gedaan, omdat ik met rechts niet helemaal alles goed kan doen. Dus ik heb een beetje oppervlakkig, een beetje schoongemaakt. De was dat, ja, dat gaat nog enigszins. Dus het is even passen en meten, maar dat komt wel allemaal goed. Dus ja goed, dus vanmorgen, voor ik naar mijn werk ging, heb ik die bestas heb ik dus buiten gezet. Ik kom thuis, was er nog niet geweest, want de reinigingsdienst haalt het altijd netjes op, moet ik zeggen. Dus even later, ik ga boven. Ik ben boven bezig en op een gegeven moment, ik kijk uit het raam. Zie ik zijn vrouw in een Volkswagen busje, zie ik de achterklep open doen. En die was om zich heen aan het kijken. En die pakt dus zo die bestas wat ik hier bij mij op de oprit heb staan. Dus voor de deur. Die pakt die zomaar weg. En ja goed, ik heb nog proberen te roepen. Maar ja goed, dat was dan heel klein tot die dan reageerde. Want die deden de zak erin en klep dicht en dan reden ze weg. Dus ik heb wel een melding gedaan bij de reinigingsdienst, dat wel. En ja goed, ik weet niet of dat bij jullie in de buurt ook gebeurt, zoiets. Dan zou ik zeggen, maak gewoon een melding bij de reinigingsdienst. En de reinigingsdienst kan weer een melding naar politiehandhaving en dat soort dingen allemaal doen. Dus, maar ja goed, het gebeurt, het is gebeurd. Ik kan moeilijk die zak terug gaan vragen, want ja goed, ik weet niet wat voor mensen het zijn. Dat maakt voor de rest niet zo heel veel uit. Maar ik vind het gewoon jammer. Want ja goed, we zijn op aan het ruimen. Want er zaten wat oude kleren vandaan erin. En zo nog wat spulletjes, oude speelgoed en dat soort dingen allemaal. Dus dat hebben ze natuurlijk gezien. Hebben ze natuurlijk eerst afgewacht wat of ze nog mensen zien om zich heen. Dus dat is in een flat is dat zo gebeurd. Maar ja goed, ik heb een melding nogmaals gedaan bij de reinigingsdienst. En ja goed, die moeten het verder maar afhandelen. Dus mocht zoiets bij jullie nogmaals gebeuren, maak een melding.
Want ja, goed, de reinigingsdienst haalt het op. Die doet dat allemaal recyclen en weet ik het allemaal. En zo'n ding allemaal, maar ja, goed, dit, ja. Ik heb daar geen woorden voor. Ik denk van, dit is zo jammer. Ja, goed. Het is wat het is. Het is gebeurd. Ik kan het niet meer terugdraaien. Maar ja, goed. Het is mij overkomen. Ik weet niet of jullie dat is overkomen. Maar het schijnt, ja, dat hier vaker zoiets is of zoiets. Weet ik veel. Maar goed, ik ga me er voor de rest ook niet drukker maken. Maar het is gewoon jammer. En zonde van de tijd. Want ja, die energie wat je daar wel in moet steken. Dat is dan weer minder als. Tot ik voor jullie leuke beeldjes ga maken. Dus, maar goed, dit is dus mij overkomen. En voor de rest, ja. Ik hoop dat het geen tweede keer gebeurt. Let er in ieder geval wel op. Als jou dat ook overkomt, geef het door. En ja, meer kunnen we toch niet doen. Dus. Kijk, het zijn spullen, het zijn oude spullen, oude doekjes, oude sponsjes en dat soort dingen allemaal. Maar ja, is jammer. Laat het daarop stellen. Dus tot er zoiets gebeurt. Ja, die hebben natuurlijk gedacht van, hé, daar zitten kleren in. Die zak gaan we pakken. Weet je? En wie weet wat ze ermee gaan doen. Misschien gaan ze die wel verkopen of weet ik veel. Ik zou het begon niet weten. En ik wil er ook niet over nadenken, maar het is gewoon triest dat zoiets gebeurt. Voor je neus, voor je deur, weet je. En dan denk ik van, ja, jammer. Het is echt jammer om zoiets mee te mogen maken. Maar ja, goed. We doen er weinig aan. En voor de rest, ja. Wacht er maar af wat er verder nog. Ja. Hopelijk tot dit niet weer gaat gebeuren, dus. Of misschien wel tot ik ze net op de camera, want ik wou de camera net erbij pakken, maar goed, die waren al ingeladen en ingepakt, waren ze er al vandoor, dus. Maar ja, goed. Anders had ik ze wel op beeld gezet. Oh, mag niet, mag niet. Nee, grapje. Maar ja, goed. Het is nou eenmaal gebeurd en we doen er weinig aan. En voor de rest, ja. Dan is dat zo. Dus bij deze zijn jullie weer op de hoogte. Ik heb dat gedaan. De was is ook bijna klaar. En dan kan ik die dadelijk ook op gaan hangen. En ik denk dat ik die ene dadelijk binnen ga halen. Want ik moet straks nog even weg. Want ik moet nog een brief bezorgen. Ja, die had ik vanmorgen ergens op het einde ertussen. Terwijl het voor het begin was. Dus die moet ik dan dadelijk ook nog even terugbrengen. Ja, goed, en hiervoor staat een vrachtwagen, omdat ze nog steeds daar bezig zijn, daar bij de Jumbo. En dat stuk omhoog, daar zijn ze namelijk, hebben ze asfalt, rood en zwart asfalt hebben ze neergelegd. Of asfalt gewoon, en die zijn dus in aan het branden. En dan, hoe heet het, dat lijkt het net of er... Ik ga niet openmaken. En dan lijkt het net alsof er van die klinkers zijn. Maar die hebben ze natuurlijk met een stuk ijzer hebben ze die gebrand. En dan lijkt het net of daar dan van die klinkers zitten. Dus. Ja, goed. Oh, dat is een van de ODF van internet. Maar ja, goed. Laat me lopen. Het zijn allemaal van die proppers wat langs de deuren komen en proberen wat te verkopen. Ja. Dus, maar ja, daar zijn ze dus nog mee bezig. En dat zal binnenkort klaar zijn. En dan moeten ze nog van die mankeringen nog maken. En dat soort dingen allemaal. Dus ja, goed. We wachten het af. En dan hopelijk kunnen we weer snel door die straat heen gaan. Het is wel een versmalling geworden. Omdat ik merk als ik vanuit die frituur wat daar bij de rotonde is, hebben ze een kleine versmalling hebben ze gemaakt. Want je moet net kijken als er een auto komt, dan moet je die voorrang geven. Of ja, net andersom of zoiets. Heb ik eerlijk gezegd niet zo goed op gelet, maar dat komt wel.
En dan, ja goed, dan is dat zo. En dat is dus ook al bijna klaar. Dus ja goed, dan kunnen we wel fatsoenlijk die kunnen oprijden. Want we zijn er ook de laatste tijd alleen maar om aan het rijden. Omdat ze overal hier in de buurt aan het werken zijn. Ja goed, het is overal is het. Het gaat naar het winter aan. Het is het najaar, winter gaat het op aan. En dan moeten sommige projecten klaar zijn voor de winter. Dus, en dit ook dus. Maar dit is al vanaf de zomer bezig, moet ik zeggen. Ja, dus ze hebben een dikke maand. Zijn ze bezig geweest om iedere keer om te rijden. Ja goed, de ene keer is het in het weekend, dan is het open. En dan kan je er doorheen rijden. En door de week is het dan afgesloten. Omdat die mensen dan moeten werken. Dan, ja goed, dan moeten we even omrijden, aanpassen. En ja goed, dan is dat zo. Dus... Maar goed, ik ga bij deze dadelijk de was ophangen nogmaals. En dan kom ik daarna aan bij jullie terug. Omdat ik dadelijk nog weg moet. Want Linda is over een uurtje thuis. En dan gaan we er nog iets moois van maken. Dus dan zijn jullie weer op de hoogte van wat er gaande is. En wat er is gebeurd. Dus, en dan, ja goed, gaan we dat dadelijk even doen. Yes, alright. Zo, ik heb mijn jas heb ik aangedaan. Ik had de was was eigenlijk klaar, dus die heb ik bovenop gehangen. Dus dat is allemaal prima in orde. En dan ga ik heel even de deur uit, wat ik zei. En dan gaan we dat even doen. Ja. Dus ik moet nog even een brief, wat ik zei, even brengen. En dan, ja goed, die mensen wachten ook op post. Dus staat wel netjes dat ik het even ga brengen. Dus yes. Nou, ik ga die kant op en dan later. Zo, dan ben ik even hier op bezoek geweest. Wat is er nou? Ik kan heel even bij die dokter terecht in verband met mijn verband. Dat begint los te raken en dat soort dingen allemaal. Dus ik ga er even naartoe rijden en dan kunnen ze een nieuw verbandje eromheen doen. Dus yes, nou, we gaan richting dokter. Ik ben toch zo daar. Dus toedoe, kijk maar, het begint een beetje los te raken. Komt goed. Doei. Zo, dan ben ik even bij mijn huisarts. Dus ik ga me even melden. Ik ben nog wel wat 5 minuutjes te vroeg daar van. Dus ja goed, dan gaan we even hier naar binnen. En dan komt alles wel weer dik in orde. Hè? Dus even een nieuw bandje. Dat is weer schoon. Dan maak ik gelijk ook die wond schoon. Dan kan het ook wat vlugger genezen. Dus yes, ik ga naar binnen toe. En dan... alright. En zo staan we buiten, kijk eens, een mooi nieuw verbandje eromheen. Nou, dat hebben ze weer gedaan. Ik had Linda al op de hoogte gesteld dat ik iets later thuis was als normaal. Maar goed, dat vond ze niet erg, dat begreep ze wel. En als ze dus begreep ze het niet, dan had ze pech gehad. Maar ondanks dat, ja goed, ik ben er wel goed geholpen. Dus ik ga de helm op doen en dan gaan we richting huis toe. Doei. Zo, en ik ben... thuis. Ja, dan zijn we compleet. En wat is Linda aan het doen? Tada! Spaghetti maken. Een spaghetti op maken. We gaan het dadelijk eten binnen 5 minuten al. Oh, ben ik net op tijd. Nou, ik ga mijn jassen doen, dat soort dingen allemaal. En dan kunnen we daar eten. Zo, het gas van ons kan lekker laten afkoelen. En Linda heeft de spaghetti op tafel gezet. Dus wij gaan lekker eten, lekker smikkelen smullen van de heerlijke spaghetti wat Linda heeft gemaakt. Heerlijk. Hè? En dat gaan we ook heerlijk lekker doen. Dus, en uiteindelijk komt toch alles wel weer top in orde. Toppie! Zo, we zijn weer even wat verder. We hebben niet alles opgegeten, want ik heb nog wat in het wassen wat over. En dat doen we dan in de vriezer. Dus, kat zit lekker op de stoel. Ik ga de boel opruimen, Arik, en dat soort dingen allemaal proberen. Want ja, goed, we moeten toch weer eraan wennen. Ondanks, ja, helaas. En dan gaan we dat gewoon even doen. Gewoon even voorzichtig. En dan komt alles wel weer dingen in orde. Dus, aan de slag. Zo, alles hebben we hier opgeruimd. Ik heb de puzzeldoos even weer teruggezet. En de Arik ook weer helemaal mooi schoongemaakt. En het ontbijt van morgen vroeg voor gedeeltelijk klaargezet. En Daan vroeg of ik naar de training wou komen kijken. Dus hij heeft vandaag geen keeperstraining. Daar is de kat. Ja, hallo.
Ja goed, ik ga dadelijk. Linda is al dan naartoe en de training gaat zo beginnen, dus... Wat is? Ach ja. Wat is er? Ja, dus ik ga even daar naartoe. Hij vroeg of ik extra wil komen kijken. Ik zeg ja, ik kom wel, maar ik blijf niet zo lang, want ja goed. Dan is dat zo. Dus ik ga mijn jas aan doen en dan ga ik die kant op. Yes. Later. Ik ben op het voetbalveld. Training gaat beginnen. Kijk. Even wat dichterbij halen. En dan hebben ze nog even gewisseld. Mooi. Ja, ik denk dat het zo gaat. Cool, goed zo. Zo, en ik ben weer thuis, vol in spotlight. Yay! Nou, het was een hele leuke training en ik heb er toch wel even van genoten, want ik heb er nog even staan praten daar. En ik zeg, ik ga naar huis, want ja goed, ik moet nog editen. Maar dat mag de pret niet drukken, dus ik ga de vlog bij deze ga ik afsluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben, wij in ieder geval wel van de hele dag. En laat in ieder geval even een hele leuke reactie achter deze vlog. Dat zou hartstikke leuk en fijn vinden. Dan ga ik nu echt afsluiten. Vond je dit een leuke video? Deel en like. Vergeet niet te abonneren. Klik op belletje. En dan zien we ons morgen in een gloednieuwe vlog. In ieder geval hartelijk dank voor alles en alles wat jullie wenselijk is. Wens jullie toe. In ieder geval, bye bye. Zwaai zwaai. Tot morgen. Doei.